Vandaag openen we de packs totdat we een van deze Team of the Seasons packen. Doen we dat nou niet op de laatste dag van de La Liga Team of the Season? Dan moet ik de beste speler die we packen discarden. Ga er lekker voor zitten en dan gaan we gauw beginnen met de video. En vergeet uiteraard geen like achter te laten. Jullie hebben het like doel gisteren echt compleet vernederd. 200 meer dan waarom ik vroeg. Wat ziek. Wil je nou morgen weer een nieuwe video zien? Laat dan zeker weten 600 likes achter. En ben je nieuw? Vergeet niet te abonneren. We hoeven nog maar 30 abonnees. En dan zitten we op de 86.3k. Wat gaat het hard, jongens. Die 100.000. Ik kan hem ruiken. Oké, jongens, daar gaan we. We hebben er ongeveer 100. Ik wil Team of the Season zien. En we hebben walkouts nodig. En we hebben spelers nodig. We moeten gigantisch veel packs gaan openen. In de hoop dat we nog een lekkere totskaart krijgen voordat het team uit packs is. Ah. En anders is het deze week gewoon weer niet gelukt. En is de beste speler die we gepakt hebben Olga. En dat zou op zich oké zijn. Dat is een goede kaart. Ik wil één mannenteam speler die echt gewoon 500k plus waard is. Als dat lukt ben ik helemaal tevreden. Ah, jongens, het wordt echt hoog tijd. Oblak is een lekker begin. En lukt het me niet om één van deze spelers te pakken vandaag. Dan jongens moet ik de beste speler die we pakken discarden. En dat wil ik niet. Dus het is maar hopen dat al dit werk niet voor niks is en we daadwerkelijk iets zieks gaan packen. 88 Renard is niet slecht. Veel walkouts gekregen. 6 in de eerste 10. Tots! Oh. Zo dichtbij. En nog een 88. We krijgen een hoop goede spelers hier. Deze eerste set van 50 playpicks was het eigenlijk al waard met wat we allemaal gekregen hebben. Nog een Oblak. Oké. En nog een Milinkovic-Savic. Ik heb volgens mij alle 86 ratertjes in de game in mijn club zitten. Dus die krijgen we sowieso dubbel. Kobel, de playpick daarna. Dit gaat goed met de walkouts, jongens. Damn. Miedemaatje voor het vaderland. Trent. Diani. Heel erg nice. Oberdorf de playerpick. Daarna en nu een tots. En dan is het helemaal gemaakt. Nee. Jammer. Nog een kobel. We hebben echt... We gaan zo even kijken hoeveel walkouts hier precies in deze 50 playerpicks zaten. Maar volgens mij zijn het er echt gigantisch veel. Nog een Parejo. Oh. Ah. Unai Simon. Weer een tots die we al hebben. Juist het team. Niet wat we zoeken. En de laatste van de eerste 50 is... Niet heel goed. Ik moet even gaan tellen hoeveel walkouts hierin zaten. Want volgens mij waren het er echt insane veel. 16 walkouts in 50 player picks. Dat is echt heel erg nice. Maar ik heb er nog 50. Kom op jongens. Weer 2 totskaarten. Maar nu eentje die ik nog niet heb. Het zou zo leuk zijn. Of weer een Toni Kroos. En deze set begint een stuk minder goed. Uit 11 player picks 1. 86 rated. Nice. Leuk. Fijn. Lijkt wel alsof alle walkouts in de eerste 50 zaten. En er gewoon helemaal niks in de tweede 50 zit. Waar blijven ze? Eindelijk een Oblak. Oh, thank the lord. Een Kunku. Weer een Oberdorf. Mead. We krijgen een hoop walkouts. Maar het is niet wat we zoeken. We willen totskaarten zien, IE. En het liefst eentje die ik nog niet heb. Ja. Oh, nee. Meer kan. Damn it. Kan beter. Oshiman. De laatste 2 van deze 50, jongens. Dat was echt aanzienlijk minder goed dan die eerste set. Het verschil is gigantisch. In de eerste 50 zaten 17 walkouts. In de tweede 50, 7. Wauw. Nou, dan hebben we nog 13 player picks om mee af te sluiten. Ben ik heel erg benieuwd of hier nog een tots in gaat zitten. We hebben er tot nu toe 3 gezien. En we hadden ze eigenlijk allemaal al gehad. Want die leftback uit Turkije heb ik al 2 keer ingeleverd ergens. Deze player picks zijn tot nu toe echt weer drama. Hey, laat dan vooral niet. Ah, jongens, het is zo moeilijk om een goede tots te packen deze week. Niks, 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 niks. En de laatste player pick, 113 dus, zit ook niet heel bijzonder iets in Oberdorf. Oké, 113 player picks, 3 totskaarten, maar niet helemaal wat we zoeken. En nu moet ik een ongelofelijke hoeveelheid spelers gaan inleveren in SBC's. En dan hebben we weer meer packs. We gaan gewoon lekker door. Die onderste rij, die pack je echt ongelofelijk vaak. En de rest totaal niet. Nou jongens, alle dubbele walkouts die wij hadden gekregen daar zijn verwerkt. We hebben weer 34 packs. Er zijn ook al 10 La Liga upgrade packs klaar. We gaan hier even doorheen. En we zien wel wat we packen. Daar is onze eerste walkout. En Mandy. En die kan in een evolutie. Maar dat ga ik denk ik niet doen. Modric. Nice. Hey, Renard. Geen tots dus. Fijn. En een tradable Team of the Week pack. Het zijn 9 La Liga packs. Gaan we een walkout krijgen hier? Nee, dat is niet goed. Nee, zeker niet. Oké, jammer. Damn it. Balen. 83 Doumbia. Oh, nou ja, het is weer 15.000 coins. Er zijn allemaal blauwe spelers. Hey, Maurice. Leuk. Geen tots, jongens. We gaan door. Wat een drama, zeg. Nog 18. Nou, we gaan het zien. Nope, nope. Ja! Nou, hé. Savio. Was het maar Rodrigo, was het maar Vinicius, maar nee, het is Savio. Hop, hop, nope, nope, nope. Hey, Mapi Leon en Irene in de pack daarna. 1 tots
In 28 van deze upgrades, het is toch vet weinig. Ik ga wel weer even al mijn walkouts in upgrades gooien. En dan doen we weer player picks, want dit was hem niet. Tots! Come on, EA! Ah, Rera. Tem, niet wat we zoeken. Oh, jammer. Jammer. Het is... Damn it. Donnarumma en Trent in één pack. Eén tots weer. Tijd voor player picks. Tijd voor meer player picks. Natuurlijk zijn, het gaat toch niet gebeuren. Kane. Ah, Unai Simon, hou nou even op, man. Dat waren weer 70 player picks. Eén tots en het is Unai Simon. Hey, Ederson. Mappy Leon. Ja, come on. Wees goed, alsjeblieft. Engels. Oh, ik ben geprankt. Oh, ik dacht dat we Bellingham hadden. Oh, wat pijnlijk, jongens. Het is Cometti. Een brons. Oh, pure pijn. Pure pijn. Natuurlijk is het Cometti. Ik had beter moeten weten. Ja, ik moet hier echt even van bijkomen, jongens. Oh, wat krijg je een hoop XP hier in de Serie A Lounge. Ik denk dat we die moeten gaan spelen. 1, 2, 3, 4, 5, 6.000 XP. Daarmee gaan we naar level 39. Oh, al die packs gaat ons de beste kans geven op een goede tots, jongens. Dit moeten we doen. Een leeg team dus, dat gevuld moet worden met Serie A spelers. De vraag is, heb ik ze? En we mogen hier natuurlijk een maximale rating van 90 gebruiken. Ederson is geüpgrade trouwens. Wel leuk om te zien. Prima kaartje. We hebben McKennie en Di Natale. En oh, we hebben wel wat. Dit is helemaal niet slecht hier. Joh, dit gaat helemaal goed komen, denk ik. We hebben een centerback met 86 pace. 86 Klaassen, altijd geinig. Dan nog Tameze op centerback, ook met 85 pace. Hernandez kunnen we links zetten. Dumfries eventueel rechts. Zirkzee in de spits. Di Natale op links. McKennie en Reinders kunnen ook met Dybala spelen. We zetten Szczęsny uiteraard op goal. En hebben we alleen nog een rechtswinger nodig. En we kunnen Kvaratskhelia pakken of Berardi waarschijnlijk. Wisselen we hier een speler voor in. En dan hebben we hele goede wissels nodig. Maar het mag dus niet 91 rated zijn. Het moet lager dan dat zijn. Ik denk dat we dit gaan doen zo, jongens. Ik ben heel erg benieuwd hoe snel we deze Serie A Cup af hebben. Want dit team is oprecht niet slecht. Al die XP, jongens. En dan die zieke packs. Ik hoop dat het daarin gaat lukken. Ja, ik verloor de eerste pot. Maar gelukkig begonnen we de tweede pot een stuk beter. Yes, 1-0. Dybala. Nice, 0-2. Kop erin, Zirkzee. Ach, kom op. Nice. Een overwinning. En we spelen gewoon lekker door. Daar gaan we. Derde pot. Hoppa, 1-0. En onze Nederlander St. Just scoort voor ons de tweede. Kop het er maar in. Hoppa, lekker St. Just. 3-0 en hij is weg. Oh, dit gaat lekker hard met die XP zo, jongens. Gaat heel erg hard. Onze eerste pack uit de objectives, een 83x5, is binnen. En nu is het hopen dat hier al iets goeds in zit. Geen tots, we gaan door. Hoppa, dat is 1-0. En hij is weg. Prima. Lekker, boys. En jongens, wat gingen we snel door deze objective heen. We weten ook de volgende pot 1-0 voor te komen. Oh, beauty. Hoppa. Score maar. Ach, kom op. Zirkzee. Iemand. Yes, hè. Zijn eigen goal, maar ja, boeien. Het zat erin. Alright, nog een win. Oh, die XP gaat hard nu. 84 keer 10, kom maar. 3 wins, we krijgen een Tots Guarantee Pack. Alright, come on. La Liga Tots. Een goeie. Oh, wat zou het fijn zijn. Komt die 84 keer 10. We willen tot zien. Oh, nee. Oh, 1 walkout en het is een 86. Pijnlijk. En de Tots Guarantee Pack. Wat gaat erin zitten? Dit is een Engelse centerback. Dat kan niet goed zijn. Ruben, mooi. Ja, we hebben nog geen één keer geluk gehad tijdens tots uit zo'n pack. Jammer is dat. Nog een paar potten winnen, nog een paar potten spelen. En dan hebben we ook het laatste beetje XP te pakken. Zo, de connectie met deze gozer is bad. Echt bad. Zirkzee, let's go, boy. En dat is 2-0. Zijn tegenstander weg. Lekker dit. 87 keer 5 en dan 88 keer 3. Daar moet het gewoon in gaan gebeuren, jongens. Come on, EA. Geef het me. Krijgen nog een Barella. Altijd leuk, maar niet heel bijzonder meer. En dan moet ik nog 3 keer scoren en 1 keer winnen. Dat is eigenlijk zo gedaan. En hier hopen we even een tots in te zien. Ja, come on, wees goed. Spaans goalkeeper... Het is een dubbele tots. Het is een gewone tots en een tots moments. Lola en Camavinga. Dat is niet gek. Die heb ik wel al rood, maar dit is de eerste keer dat ik een blauw pack. Oh, wat goed. We hebben gewoon een keer wat leuks gepakt, jongens. Helemaal niet verkeerd. Camavinga, kaart van 400.000 coins. Yes. En Lola gaat in de SBC. Nog 1 win, nog 3 doelpunten. Dan hebben we nog een laatste goede pack waar mogelijk nog iets zieks in kan zitten. Maar met Camavinga ben ik best tevreden. Mooi. Zirkzee. Hoe mis je dit? Oh, maatje. Daar gaat je positie in het Nederlands elftal. Lekker, Zirkzee. De eerste is binnen. Had 2 moeten zijn, Jits. Damn it. Ah, ga toch niet lieven.
Damn. Nog 2 doelpuntjes en dan zijn we er. Lekker ADM. Nog 1 doelpunt, jongens. Nee, slechte paas. Oh, wat jammer. Komt Xerxes. En dat is 2. Hij is weg. Volgens mij zijn we er. En zijn we dan level 40 nu? Nee, nog net niet. 700 XP komen we tekort voor een 85 plus keer 20 pack. Nog 1 doelpunt scoren blijkbaar. Heeft hij het doelpunt van daarnet niet geregistreerd? Nou, dan gaan we dat maar even doen. Ik dacht dat we er nu zouden zijn. Nog 1 doelpunt en dan zijn we level 40. Krijgen we nog een 85 keer 20. En laten we hopen dat daar dan die zieke tots in zit. Lekker ADM'y. Ons laatste doelpuntje is gemaakt. We hebben officieel level 40 bereikt. Kom op, Circus. Hoppa. Atza, we pakken er weer nog in de laatste minuut. Tenzij ik hier nog iets weggegeven. Nee hoor, zeker niet. Mooi, we zijn level 40. We krijgen een 85 keer 20. Dit is echt onze laatste kans op een zieke totskaart. We krijgen de 88 plus keer 3. Daar kan het ook nog in gebeuren. En de 85 plus keer 20, daar gaan we. We hebben de season 6 lounge weer afgerond. En 100 friendlies, dus we krijgen nog een rare mega pack ook. 84 keer 2 dan. Een tots, zo dan. Engels. Oh, ik was weer... keihard geprankt. Ik dacht weer heel even dat we Bellingham hadden, jongens. Maar het was Saka. Oh, ik word telkens gepakt door die Engelse vlag vandaag. Het is echt pijnlijk. Ik heb geen idee. Dit is Herrera. Die hebben we al gepakt vandaag. Ah, oh, man. Hey, een tots uit de 51 spelerpack. Spaanse left mid. Dit is het broertje van Inaki Williams. Die hebben we al. Dat is ook niet op te zoeken. Maar wederom helemaal prima om te packen natuurlijk. Het is echt niet erg. Geen tots in de 84 plus keer 5. Dat is wel heel erg jammer. Eudekaart 88 plus keer 3. Hier hopen we even een zieke blauwe speler in te zien. En we krijgen geen tots. Het is Oshiman. Gaan we 3 88's krijgen hier? Dat ze zuur zijn. Nee, maar wel 2. Damn it, balen. We hebben de 85 keer 20 nog. Dan moet het daarin gebeuren. Oh jongens, de laatste pack voor de La Liga Santander Team of the Season. Een 85 plus keer 20. Geef me even een tots alsjeblieft. Ja, dat is mooi. Een dubbele zou perfect zijn. Portugal, centerback is Ruben Dias. Zit maar 1 tots in de pack, jongens. Oh, dit wordt hem niet, denk ik. Ik denk dat we hier weer pech hebben. Het zal wel een lage rated worden. Ja, Savio. Oh nee, niet eens Merkan. Mijn god, is dit het beste? Uit een 85 keer 20? Rough. Nou, het is weer niet gelukt. Pijnlijk dit. Oh jongens. Ik heb nog even de dubbele spelers verwerkt. En het is eindelijk gebeurd. Naast Kamavinga hebben we ook Gundogan. Let's go. En zijn Fantasy FC kaart was echt wel top. Maar die had geen Relentless. En dat heeft deze ook niet. Dus dit is een prima kaart. Heel erg handig voor squadbuilding. En hij is over het algemeen gewoon top. Maar hij zal wel op een gegeven moment gewisseld moeten worden. Eindelijk een mannenteamspeler uit een 81 plus player pick. Na 1200 is het eindelijk gelukt. En toen ging er iets fout. Niet ons probleem. We hebben eindelijk nog een mannenteam tots. Dus we hebben er 2 vandaag. Kamavinga en Gundogan. Ik vind het helemaal niet slecht. En ergens heb ik het gevoel dat ik hem liever speel dan... Matthäus, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.